Dames en heren, we wilden zo beginnen met de oriënterende ronde. Goed, welkom. Bij deze open ik de oriënterende ronde van 17 november. Ik heb een beetje een probleem met mijn kaken, dus als ik heel slecht te verstaan ben, dan moet u dat roepen, dan ruilen we even snel met iemand anders. Het eerste punt, de opening, er zijn geen mededelingen. Dus dan kunnen we door naar het tweede agendapunt. Dat is het vaststellen van de agenda. Heeft iemand daar iets op in te brengen? Nee, dan gaan we meteen door naar het derde agendapunt, het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld tot nu toe. Ik kijk even naar de tribune, maar daar is ook geen grote behoefte kennelijk. Dan is dat punt ook behandeld. Dan gaan we naar het vierde agendapunt, de begrenzing van de Ommerschans in het kader van het werelderfgoednominatie voor de kolonie van weldadigheid. Er ligt een raadsvoorstel. Ik kijk even in de ronde wie inbreng heeft voor de eerste termijn. GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, Leefbaar Hardenberg en CDA. Goed. Ik stel voor dat we beginnen bij GroenLinks. Dank u, voorzitter. Dit stuk ligt voor ons en als blijkt dat de omgeving en alle plaatselijke belangen en betrokken partijen hier zich volledig onder kunnen scharen, dan is het denk ik niet aan de politiek om daar dan nog aan te gaan rommelen. Daarnaast denken wij dat het een hele goede impuls is om dit op deze wijze gewoon voor te zetten. Het is een toegevoegde waarde voor onze streekfunctie, zou ik maar zeggen. Het brengt ons weer op de kaart, dus wij kunnen eigenlijk zeggen, waarom niet gelijk naar de hamerstukken. Meneer Oudemond. Mevrouw van de Hoek haalt bijna de woorden uit mijn mond. Eigenlijk wilde ik alleen maar van de gelegenheid gebruik maken om mijn complimenten over te brengen aan alle deelnemende partijen, omdat dit in een mooie samenwerking is volbracht. Enige vraag die ik nog wel heb, is of dit ook toekomstbestendig is, deze afspraken, zodat we ook na toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van agribusiness, nog steeds wel bij de zakelijke vereniging in dit gebied. Dank u wel, meneer Rodemond. Dan gaan we naar meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ook mijn verhaal zal in dezelfde strekking hebben. Ik wil in ieder geval aangeven dat wij als VVD blij zijn dat de bufferzone er niet meer is. Ik ben nog wel even benieuwd, hoor ik graag ook even van de portefeuillehouder, hoe bestendig dat is. Eigenlijk eenzelfde vraag als D66 ook heeft. Want de ondernemer moet wel helderheid en duidelijkheid hebben. Het doet mij wel goed dat ook de plaatselijke belangen en de afdelingen van LTO hier positief op gereageerd hebben. Dus volgens mij is dit wel een voorbeeld hoe dergelijke processen ook in de toekomst zouden kunnen gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bak. Dan gaan we naar meneer Wilds. Mevrouw de voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kan instemmen met de voorgestelde begrenzing. We zijn erg blij dat deze begrenzing veel draagvlak is gekregen. En de ChristenUnie-fractie is bijzonder gestemd dat hierdoor de Ommerschans een kans maakt op de plaatsing op de werelderfgoedlijst. We hebben nog wel enkele vragen over het voorstel aan de portefeuillehouder. Het college zal de raad bij fundamentele aanpassingen van de begrenzing op de hoogte stellen. Mag de ChristenUnie-fractie aannemen dat in ieder geval bij elke verandering van de nieuwe begrenzing dit dus gebeurt? Even in de lijn van D66 en de VVD. Kan een hogere overheid ons nog overroelen? We horen dat wel eens vaker. Met betrekking tot de nieuwe begrenzing en kan dat invloed hebben op het gezamenlijk project? De derde vraag, wat is de reden dat Staatsbosbeheer en Stichting Participatie Ommerschans niet hebben mee ondertekend? En tenslotte, gaat het college ook akkoord met alle standpunten in de brief van de klankbordgroep, zoals garantie voor ondernemers, procedures en de verkeersveiligheid, zoals de 5 ondertekenaars in hun brief aangeven? Dat was het. Dank u wel, meneer Wild. Dan gaan we naar mevrouw Baarslag. Dank u wel, voorzitter. Een paar jaar geleden zijn we uitgenodigd om eens te komen kijken daar in het gebied van de Ommerschans. En dat heeft toch in ieder geval mijn ogen geopend over het mooie gebied, maar ook voor de historie die daar is. Daar heb ik veel van geleerd, maar ook dat veel omwonenden, meer bedrijven
daar toch wel problemen mee hadden. Tot en met dit jaar was het toch zo dat LTO-partijen daar nog niet zo'n goed gevoel bij hadden, in verband met uitbreiding en andere zaken. Maar ik heb er even voor opgebeld, want ook mij viel op dat Staatsbosbeheer en de Stichting Partiële Participatie om een Schans niet hebben ondertekend, hoewel ze wel inhoudelijk ondersteunen. Daaruit bleek dat er sinds mei maart dit jaar veel overleg is geweest met alle partijen. Dat veel energie en inspanning heeft gekost. Maar uiteindelijk dat iedereen ermee akkoord is gegaan. Dat vinden we toch wel een pluim op de hoed van de heren Vuurink en Hof. Want die hebben daar heel veel energie in gezet. En het heeft tot geleid tot dit stuk wat nu voor ligt. Dus Leef van Waardenweg kan er hier helemaal mee instemmen. Dank u wel, mevrouw Baarslag. Dan kijk ik even meneer Van der Valk. Ja, ik ben vanavond wel aan de beurt, geloof ik, voorzitter. Dank u wel. Mijn fractie is heel erg blij met het convenant wat nu bereikt is. Onlangs hebben we bij de opening van de Schans met een heleboel genodigden ook een prachtige wandeling in het gebied kunnen maken. En zien dat het er nu al geweldig mooi uitziet. Ook blij dat de begrenzing nu teruggebracht is tot de proporties die zowel door plaatselijk belang als ook LTO als mede-ondertekenaars gedragen kunnen worden. En als ik dan toch nog een vraag mag stellen, voorzitter, dan is dat een beetje financieel. In de toekomst gaan we mogelijk ook wat kosten maken. Volgend jaar is er al wat in de begroting opgenomen. Maar hoe zit het nou met de gemeente Ommen? Want een deel van Ommerschans ligt in de gemeente Ommen. Draagt die ook bij in de kosten of is er sprake van een bepaalde verdeling? Kan daar iets over gezegd worden? Dank u wel. Dan kijk ik even naar het college wie de behoefte voelt om deze vraag te beantwoorden. Meneer De Vent. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Fijn om te horen dat u allemaal blij instemt met het proces, met name volgens mij ook, wat we hebben doorlopen. Best een heel intensief proces. Ik weet ook nog hoe we zijn gestart, dat weet u ook allemaal nog. Maar onze waardering gaat ook heel erg uit naar de initiatiefnemers. En de initiatiefnemers ook van het stuk wat nu voor ligt. Dat gaf ook de kracht aan van de omgeving. De partijen die allemaal met verschillende belangen elkaar hebben gevonden. En ook hebben gezegd van wat vinden wij nou belangrijk voor de toekomst van ons gebied. En waar moet het dan ook wat ons betreft aan kunnen voldoen. Dus wij waren ook zelf heel aangenaam verrast met het standpunt. Ook op het moment dat er nog sprake was van best wel veel vragen. Want u weet dat de weg naar de kolonie van weldadigheid en uiteindelijk naar de UNESCO-status best een hele lange is. Daar zijn we eigenlijk al vanaf 2010-11 mee aan de slag. En volgens mij in de vorige raadsperiode hebben we ook nog een keer een bustour gemaakt met een raadsexcursie naar Veenhuizen, om daar het verhaal aan te horen van Susanna Jansen op Pauperparadijs. En later is ook het verhaal, ook rondom de Ommerschans, gaan leven. En dat leeft steeds meer, tot ook mijn vreugde, want twee weken geleden was ik ook, net als de heer Van der Valk van CDA, en nog enkelen uit uw midden hier, bij die mooie open dag. En als je ziet hoeveel werk er is verricht door de partijen, om de oorspronkelijke structuren weer enigszins terug te laten keren, waardoor je ook het gevoel hebt van wat er echt is gebeurd, zodat je het ook beleeft, dan denk ik dat we met deze stap, dit cultureel erfgoed, een hele mooie plek kunnen geven voor de toekomst. Dus we zijn heel blij ook met dat draagvlak wat er is, ondanks het feit dat er natuurlijk nog wat stappen gemaakt moeten gaan worden. En daar ga ik even, als u het goed vindt, ook gelijk door op de vragen, want die hebben daar volgens mij allemaal mee te maken. Mevrouw Van der Hoek, u zei streekfunctie, vond ik wel een mooie titel in deze, voor de Ommerschans. Meneer Rodemond, terecht de vraag, is het toekomstbestendig, de afspraak die zijn gemaakt? Maar zoals u weet, heeft de minister gezegd van wij dragen nu de kolonie van weldadigheid voor, als eerste project voor 2018. Maar er moeten nog wat stappen worden gemaakt, want wij hebben gezegd, we willen met u, dat was ook de afspraak die we met u hadden gemaakt, de begrenzing vaststellen. Dan ga ik met die opdracht, en dat geldt ook voor mijn collega Koos Schelen om, omdat we daar nauw samenwerken, gaan we naar de stuurgroep in december en dan willen we die begrenzing ook vastleggen.
Die begrenzing wordt dan vastgelegd in de aanloop naar het definitieve nominatiedossier en het managementplan. Want dat is eigenlijk de laatste stap die dan gemaakt moet gaan worden. En uiteindelijk beslist de ministerraad in dit geval, zeg maar, over de definitieve indiening bij UNESCO in Parijs. Dat zal dan in 2017 zijn. Dus we hebben nog wat stappen te gaan, maar we hebben natuurlijk wel van tevoren heel goed onderzocht en geïnformeerd. Is die begrenzing die nu voor ligt, heeft dat een reële kans? Want anders zitten we hier dingen voor niks te doen, dat willen we niet. Dan zou ik de energie slaan uit de kracht die we met elkaar hebben ontwikkeld. En dat willen we niet. Dus we hebben ons ook wel ons oor te luisteren gelegd bij de Raad voor Cultureel Erfgoed. De RCE, zoals u weet, zeer belangrijk adviseur van het ministerie. En die hebben gezegd van volgens ons kan dit en past dit. Dus wij zullen dit niet tegenhouden. Sterker nog, u maakt van uw achterstand die u misschien had in het begin met Om een Schans ten opzichte van de andere vier koloniën, misschien nu wel een voorsprong. Maar ook de andere koloniën, die zitten nog toch met het punt van begrenzing op dit moment. Dus er wordt heel erg in één keer gekeken naar de Om een Schans en naar de partijen die daarin hebben bijgedragen als het gaat om het besluit rondom deze begrenzing. Dus dat is dan nog datgene wat gebeuren moet. Maar we hebben daar veel vertrouwen in. Maar nogmaals, uiteindelijk het besluit voor het definitieve nominatiedossier. En dan kom ik ook bij u terug. Hè, want we hebben de afspraak met u gemaakt als die klaar is. Dan praten we ook met elkaar over beheer en onderhoud. En dan komen ook de aspecten aan de orde die volgens mij door de heer Wild zijn naar voren gebracht. Als het gaat, zeg maar, om de aspecten die ook de organisatie, of de vijf partijen in dit geval, met elkaar hebben vastgesteld. Het gaat dan ook over beheer, onderhoud, de vergroening, de verkeersveiligheid. Dat heeft ook alles te maken met het managementplan. Dus wij komen daar op die hele praktische invulling ook terug bij het definitieve managementplan. En het nominatiedossier wat dan uiteindelijk straks klaar is. Dus ja, ik denk dat de toekomst bestendig is met inachtneming van de stappen die nu moeten gaan gebeuren. Ook als het gaat, zeg maar, op toekomstige functies. En daarom hebben we ook bewust, als ik kijk even naar de heer Rodemond, gezegd. Het is goed om te blijven vasthouden aan de status die het nu al heeft van het beschermd dorpsgezicht. En alle andere ontwikkelingen moeten gewoon passen in het gebied zoals het nu ook al plaatsvindt. Fundamentele aanpassingen, nou, volgens mij heb ik in het stuk gezegd, voorzitter, dat op het moment dat anderen toch van mening zijn dat de begrenzing anders zou moeten, dan kom ik bij u terug. Want dan zullen wij opnieuw het besluit moeten heroverwegen. Dus geen bericht is goed bericht, zou ik willen zeggen. En ja, de lagere en hogere overheid, ik heb daar net iets van gezegd, de ministerraad neemt het besluit. De participatie van Staatsbosbeheer en Stichting Participatie Om een Schans, die hebben gezegd, wij vanuit onze eigen eigenheid, maar ook vanuit onze status, Staatsbosbeheer dient natuurlijk een breder belang, willen niet ondertekenen, want het zou ons dat zou wat last kunnen geven, zeg maar, als het gaat om andere trajecten elders in het land. En we willen de handen vrij houden rondom de publieke taak die we hebben rondom Staatsbosbeheer. Dat doen we niet. En als het gaat om de Stichting Participatie, die hebben heel nadrukkelijk gezegd, wij hebben als doel gehad om dat gebied daar op die plek opnieuw te herontwikkelen. Om die structuren, cultureel erfgoed, terug te brengen. Dus wij willen, dat zien we ook als onze opdracht. We zouden het prachtig vinden als daar UNESCO-status in samenhang met de andere koloniën tot stand kan worden gebracht. Maar we willen ons niet daarin in de vorm van een afspraak vastleggen. Maar als u 2 weken geleden daar bent geweest, op de plek zelf, dan kunt u zien wat die Stichting Participatie heeft ontwikkeld. Mocht u er nog niet zijn geweest, dan zou ik u willen oproepen, maar toch eens binnenkort gebruik van te maken. Want er zijn regelmatig excursies met gidsen. En er is een archeoloog die een fantastisch verhaal kan vertellen over de ontstaansgeschiedenis. En misschien kunnen we dat met elkaar nog een keer organiseren. Ik bedenk het maar. Volgens mij, voorzitter, heb ik nog een vraag over de financiën van de heer Van der Valk. Ja, Ommen draagt evenredig bij aan het traject net als Harrenberg op weg naar werelderfgoed. Dus daar is niet verschil in kosten of van een verdeling 75-25. Volgens mij heb ik daarmee mijn punten gehad. Dank u wel. Ik kijk eventjes in de rondte of er behoefte is aan een tweede termijn.
zo te zien niet. Dan sluiten we dit punt af. Dan gaat het naar de raadsvergadering. Als hamerstuk wat ons betreft. Dat wilde ik nou net vragen. Uw mening is duidelijk. Dan iemand daar niet mee eens? Nee? Dan gaat het als hamerstuk naar de raad voor de volgende keer. Dan gaan we naar agenda punt 5. Dat is de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg Stegerensallee in Dedemsvaart. Ik kijk even in de ronde wie daar iets over wil vragen of zeggen. Niemand aan die kant. Meneer Odink van de ChristenUnie, meneer Bak. Dat was het. Dan begin ik bij meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk maar een heel kort vraagje hoor. Het voorliggend plan is in onze beleving een prima plan. Echter, er wordt sprake van gemaakt dat er geen zienswijzen zijn ingediend bij het inleidingsstukje. Maar in het raadsvoorstel staat toch onder het kopje communicatie dat er de zienswijze geen aanleiding geeft tot. En ik wil toch wel even graag bevestigd hebben van de wethouder dat er inderdaad geen zienswijzen zijn ingediend. Dank u wel, meneer Odink. Dan meneer Bak. En van mijn kant eigenlijk maar een hele korte opmerking. Ik denk dat het voorstel dat hier voor ligt er prima uitziet. En ook als voorbeeld kan dienen hoe je om kunt gaan met vrijkomende agrarische bedrijfsbouw. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik even naar het college wie deze ene vraag gaat beantwoorden. Meneer Prinsen. Voorzitter, bij mijn weten zijn er geen zienswijzen ingediend. En ik wijt het aan het tekstverwerken dat de standaardzin waarschijnlijk is blijven hangen. Daar wijt ik het aan, maar ik ga het nog even helemaal voor u nazoeken, want het zal natuurlijk niet terecht zijn als wij hier uw zienswijze onthouden. Maar alle informatie die ik heb, die was dat er geen zienswijze was. Maar goed, ik kom daar in het verslag wel even op terug. Hartelijk dank. Dank u wel. Dan kijk ik nog even in de ronde. Ik gok zo dat er niet behoefte is aan een tweede termijn over dit onderwerp. Dan gaat het naar de raad als hamerstuk of als bespreekstuk. Als hamerstuk. Goed, dan ziet u het daar weer terugkomen. Dan gaan we naar het zesde agendapunt. Dat is het vaststellen van de subsidieverordening Jeugdhulp Hardenberg. Wie wil daar het woord over voeren? Het CDA, Leefbaar Hardenberg, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en de PvdA. Dat was het. Goed, dan begin ik aan de rechterkant deze keer. Dank u wel, voorzitter. Het enige wat wij te vragen hebben naar aanleiding van dit stevig juridisch onderbouwde raadsvoorstel is of de hardheidsclausule kan garanderen dat er geen kinderen die wel jeugdzorg nodig hebben niet tussen de wal en het schip vallen. Dank u. Dat was een hele heldere vraag. Dank u wel. Mevrouw Baarslag. Dank, voorzitter. Ik ben een beetje slecht van stem vanavond. Komt wel vaker voor. Het is heel complex, hè, de jeugdzorg. En het stuk wat voor zit, ligt, is wel heel juridisch. Wij hebben maar een paar vragen erover. En het is ook, waar we het constant over hebben gehad, vallen er geen kinderen tussen wal en schip? En dan, hoe zien de controlemogelijkheden eruit? En dan met het risico dat het een technische vraag is, maar dat hoor ik dan wel. Er wordt gesproken over het aantal cliënten dat voor jeugdzorg in aanmerking komt. En het aantal cliënten waar ik dan graag weet of dat in beeld is. En er wordt ook gesproken over een succesvolle uitgestroomde cliënt. Nou, wat dat moet zijn, dat wil ik dan ook wel graag weten. Is er in het verleden gebleken dat nazorg nog wel eens voorkomt. En voldoende financiering voor nazorg voorkomt problemen. Dus mijn vraag is, wordt er ook in de contracten aandacht gegeven aan subsidie voor het uitvoeren van nazorg? Goed, volgens mij mag u in ieder geval op dit moment nog alle vragen stellen die u wenst. Dus als dit alles was, dan gaan we nu naar de ChristenUnie. Meneer Wild. Mevrouw de voorzitter. Mijn stem is er nog. De fractie van de ChristenUnie kan zich vinden in deze subsidieverordening. We hadden wel een aantal vragen over de achtergrond van deze verordening in het licht van de
Algemene wet bestuursrecht, de jeugdwet en de harmonisatie, kwaliteitsbeoordeling en zorgsector, HKZ. Onze gemeente, maar ook regionaal, heeft ervoor gekozen om geen herhalingen in de verordeningen op te nemen die al in de wetten, HKZ of in een subsidiebeschikking staan vermeld. We zagen dat in sommige gemeenten verordeningen waren gemaakt, waarin in een kort overzicht werd duidelijk gemaakt over welke jeugdhulp het ging, wat de weigerings- en intrekkingsgronden zijn, welke kwaliteitseisen en criteria er gelden. En dat maakt het duidelijker om de verordening te doorzien. Daarnaast de vraag wat de reden is dat er maar 3 zorginstellingen een subsidieringsaanvraag hebben gedaan. Onder andere Pactum, Trias en nog één. We begrijpen dat door onze regionale en lokale werkwijze voor de compacte verordening is gekozen. En dat evenals bij de jeugdwet en de daaropvolgende verordening niet meer wordt weergegeven wat in voorgaande wetten, etc. al staat vermeld. Maar dat komt de helderheid van deze werkwijze volgens mij niet ten goede. We moesten nu de Algemene Wet Bestuursrecht, het beleidsplan samen doen en het regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Plus en de regionale begroting daarnaast doornemen. Dat is wel leerzaam. Maar zo kwamen we tot een aantal vragen die we zodoende samen met de beleidsadviseuzen van onze gemeente moesten laten beantwoorden om juist inzicht te krijgen. Dankzij haar hebben we dat inzicht gekregen. Daarvoor dank. Wel vragen we de portefeuillehouder of het niet handiger is in een korte inleiding in het raadsvoorstel aan te geven in welke omgeving deze verordening precies staat. Als voorbeeld verwijzen we naar de soortgelijke verordening in Nijmegen-Druten. Maar goed, al onze vragen zijn beantwoord, vandaar ons begrip voor deze verordening. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wild. Dan gaan we naar meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Even een algemene vraag. De aanvraag tot subsidieverlening, die moet voor 1 september worden ingediend. Gezien alle commotie over cijfers van de jeugdzorg die niet beschikbaar waren, zou ik denken, je moet het de ijzer smeren als het heet is. Dus probeer aan de voorkant ook bij die aanvraag van de subsidieverlening ook te garanderen dat ze op tijd met hun cijfers komen en dat we niet weer ellenlange discussies krijgen over wel of niet beschikbare cijfers. En tweede is een puntje wat ik, ik wil er geen waardeoordeel over uitspreken, maar en misschien moet het antwoord volgende week maar gegeven worden. Ontneemt deze systematiek van subsidieverlening niet elke vorm van creatief oplossend vermogen? Goed, ik hou me even stil. de controle van ons als raad, misschien kunt u dat nog even een keer toelichten, heel graag. En wat we ook nog in het verleden al eens een keer aangegeven hebben, volgens mij is dat nog niet actueel, hoort eigenlijk nog niet bij dit onderwerp, maar het calamiteitenprotocol, daar hebben we eens een keer vaker met elkaar over gesproken. Kijk, als er wel iets fout gaat, hoe reageren we dan met elkaar? Dank u wel, meneer Reiling. Dan gaan we naar mevrouw Hansen. Dank u wel. Ook ik heb eigenlijk maar één vraag. Maar kan aansluiten bij een aantal vragen van andere partijen. Maar de vraag die wat mij betreft nog open staat is, er zijn slechts 3 partijen gecontracteerd. Hoe zit het met de keuzevrijheid van de cliënt? Daar maak ik me toch een beetje zorgen over. Dank u wel, mevrouw Hansen. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ook ik had wat problemen toen ik in eerste instantie het stuk las. En ik heb ervoor gekozen om de betreffende ambtenaars te vragen in welk licht ik dit nou moest gaan zien. En ik heb begrepen dat het uiteindelijk gaat over een raamwerk waarin de subsidieverordening wordt opgenomen. En dat alle andere zaken verankerd zijn in de jeugdwet en andere wetten die hier van toepassing zijn. Dus dat maakt het lezen een stuk makkelijker. Het zijn niet de 3 instellingen die van de subsidie gebruik maken die hier tot nu toe zijn genoemd. Het zijn er meer. Wat ik heb begrepen is dat het met name gaat over de gecertificeerde instellingen. En ook de instellingen die voldoen aan de HKZ-normering. En dat was wat mij betreft voldoende. Dat brengt mij tot 1 vraag.
En dat is op het moment dat er een subsidieaanvraag komt van een andere partij die niet wordt genoemd, wordt dan net als bij de andere vormen van contractering binnen het sociaal domein gekeken naar lokaal en regionaal, dat dat prevaleert boven andere instanties die wellicht van elders uit het land komen. Ervan uitgaan dat een soort aanvraag hier niet al in actie loopt. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Mevrouw Klokhorst. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft slechts twee vragen. Kan de portefeuillehouder aangeven wat de risico's zijn als één of meerdere gemeenten af willen wijken van de bepalingen in de verordening of niet akkoord gaan met de voorliggende verordening? En daarnaast hebben wij een vraag die eigenlijk al een beetje bij de andere fracties naar voren kwam. Er zijn met een groot aantal zorgaanbieders verschillende vormen van jeugdhulp gecontracteerd. Maar met deze drie specifieke partijen wil men subsidieafspraken maken. Waarom is voor deze vorm gekozen? En is het niet haalbaar om daar bijvoorbeeld, net zoals bij de andere organisaties, te kiezen voor een inkoopcontract of een overeenkomst? Dank u wel, mevrouw Klokhorst. Dan kijk ik even achter mij. Nou, meneer Jansen komt de vraag beantwoorden. Dank u wel. Eigenlijk is deze verordening een stuk techniek. Je hebt een subsidieverordening nodig om subsidie te kunnen aanvragen en subsidie te kunnen verlenen. Je mag daar een jaar even los van werken, maar dan moet hij moet dus voor 1 januari 2016 klaar zijn en daarom ligt hij hier. En die moet dan gelden voor alle 11 gemeenten. En in die zin, om dan gelijk maar bij mevrouw Klokhorst te blijven, daar moeten we met elkaar overeenstemming over bereiken. Hij heeft ook al een rondje gedaan. Hij is door een van de gemeenten opgesteld. Hij is ambtelijk rondgegaan. Juristen hebben er even naar gekeken van klopt het allemaal. En daar is ambtelijk overeenstemming over en vervolgens gaat hij het bestuurlijke traject in. Dus ik verwacht ook niet dat hier problemen uit gaan komen. Maar ten principale, als een van de gemeenten helemaal niet meer mee wil, dan mag hij op eigen houtje verder. Als ik het even heel scherp zet, dat zal hier niet over gaan. Met dien verstande dat er een aantal dingen zijn die gemeenten gewoon niet op eigen houtje kunnen. Met name het verhaal van bureau jeugdzorg, gecertificeerde instelling. Ja, dat ga je toch echt wel samen doen. En er zijn ook een aantal dingen die moet je samen doen. Ja, daar zit altijd een beetje spanning in, maar volgens mij komen we hier wel uit. Ik verwacht niet dat hier een probleem komt. Dat geeft... Laat ik die man gelijk maar afmaken. Bureau Jeugdzorg is een bijzondere, want dat moeten wij betalen. Maar dat heeft te maken met aanwijzingen van de rechter. Je zou eigenlijk heel scherp kunnen zeggen, de rechter bepaalt uiteindelijk wat er moet gebeuren en wij moeten het uitvoeren en betalen. Maar wij kunnen zelf niet bepalen, want de rechter bepaalt en wij hebben het te doen. Dat is ook een beetje het lastige van deze. En zo probeer je wel trajecten te subsidiëren om daar een beetje grip op te houden. Maar als de rechter een heel zwaar traject neerlegt, dan gaat het ook heel veel geld kosten. Dus dat is een beetje het bijzondere van bureau jeugdzorg, omdat we daar niet helemaal zelf omheen kunnen. Daarom is ook de splitsing gemaakt bij bureau jeugdzorg, dat hij niet meer in de gewone jeugdzorg mag zitten. Als gecertificeerde instelling alleen maar aan deze kant van de lijn. De andere twee, pakt hem een grote, trias een grote... Die vielen onder de, trouwens bureau jeugdzorg ook, het zat onder het provinciale deel. En de provincie had een subsidierelatie met deze drie. En die hebben we in de overgangssituatie overgenomen. Ik heb u al eens verteld dat wij het verhaal hebben, dat wij gezegd hebben, wij willen zachte landing, wij willen nu het naar de gemeente komt met u als organisaties allemaal wat verder, op twee voorwaarden. U pakt de korting van in dit geval 15%. En u gaat veranderen, u gaat transformeren. Als u in één van die twee niet voldoet, gaan we niet met u verder. Daar heeft eigenlijk iedereen zijn handtekening onder gezet. Dat geeft ook de basis van de korting en dat geeft ook de basis van veranderen. En we hebben inderdaad per 1 januari 2016 de mogelijkheid, iemand die zich niet aan de regels gehouden heeft, daar iets van te zeggen. Trias had en heeft, Trias zit vooral hier, Pactum zit vooral in het Twentse en ook in het Deventer, heeft een aantal, die is hoofdaannemer en die heeft ook een aantal onderaannemers onder zich, in ieder geval een stuk of drie. En dat heeft dan dus ook iets met keuzevrijheid te maken, waarbij je dus van verschillende kanten hulp kan krijgen. En dat loopt op zich wel goed.
die subsidieverordening kan zeggen, je zou inderdaad kunnen zeggen, stop daar maar mee. Maar de provincie had net een voor die tijd redelijk vernieuwende manier van subsidieverlening gemaakt. Die had de trajectsubsidie ingevoerd. Geprobeerd een beetje objectief vast te stellen, zeg ik dan maar, wat moet een traject ongeveer kosten? Waar zou het voor moeten kunnen gemiddeld? Oké, dan ga je het hiervoor doen. Dat is ook een middel om de steeds oplopende kosten in die tijd al in de hand te houden. En waarbij dan ook nog eens een keer de stimulans is geweest om kwalitatief goed werk te leveren. Want je krijgt bij het begin, zeg maar, in het traject krijg je 50%. En als iets succesvol is afgesloten, en iemand uitstroomt, zegt nou klaar, dan krijg je je andere 50. Stroomt die niet uit, krijg je hem ook niet. Dus daar zit een impuls in om je werk snel en goed te doen. En die hebben wij in eerste instantie gewoon zo overgenomen. Ook op uitdrukkelijk verzoek van die organisaties die daar net aan gewend waren. En die zeiden van, dit werkt gewoon goed. En hiermee kunnen we toch ook kosten in de hand houden. Wij evalueren dit verhaal wel van, ja, wat gaan wij na 2 jaar op dit terrein doen? Of zo verder, of op een andere manier. Maar dat is de reden dat wij met deze 3 organisaties een subsidieverordening zijn aangegaan. Kijk, met de GGZ bijvoorbeeld, heel veel verschillende instellingen hebben gewoon een plafond gemaakt. En er zijn een paar instellingen waar het nog weer op een andere manier gegaan. Wij moeten deze verordening dus SEC voor deze 3, met de onderaannemers die erachter zitten, maken. Dat even over het waarom. Nou, dan even een paar vragen nog snel bij langs. Mevrouw van Veldhuizen vraagt naar de hardheidsclausule. Ja, hier zit ook een hardheidsclausule in om even buiten de regels, als er iets moeilijks is, toch op te kunnen lossen. Maar ik zie de hardheidsclausule vooral bij onze samendoenteams die een oplossing moeten bedenken, ook als het soms niet precies in de regeltjes valt en dan toch moeten proberen zo'n kind ergens kwijt te kunnen. Ik heb hier al eens een keer het voorbeeld genoemd van bijvoorbeeld een kind wat in Duitsland woont en waar wij toch zeggen, er moet even heel snel wat gebeuren. Zeg, ja, ga maar naar Duitsland. Maar als een kind niet snel geholpen wordt, zeggen wij dan hier van, ja, maar dan moeten wij ook maar even wat doen. Past niet in de regeltjes, maar we doen het wel. Dus zo vat ik de hardheidsclausule op. Ook hier een beetje om met de organisaties toch iets te kunnen doen wat niet kan. Maar vooral naar mijn eigen samendoenteams om dingen op te pakken die even ergens niet in een bakje vallen. En waarvan je toch zegt, hier moet wel iets gebeuren. En daarvan zeggen wij in Houdenberg even geen kinderen tussen wal en schip. Daarmee heb ik de eerste vraag van mevrouw Baasler al beantwoord. Controlemogelijkheden. Ja, wij controleren en financieel en inhoudelijk of iemand het goed doet gedurende het jaar. En doet hij het niet, is hij volgend jaar niet weer aan de beurt. En dat doen we in regioverband. Is het aantal cliënten in beeld? Ik denk dat dat meer een vraag is om volgende week eens even te stellen aan de BVO als die hier is. Als wij daar die informatieavond hebben. Kijk, van bij de pactums en de triassen en de bureau jeugdzorg zijn de jongeren wel in beeld. Want daar weten we wel wie daar zitten. Want op het moment dat je van de rechter een aanwijzing krijgt, dan weet je precies wie het zijn. Alleen op weg daar naartoe is er nog wel eens wat onduidelijkheid natuurlijk. Want je moet wel eerst iemand beet hebben en daarmee aan het werk kunnen. Succesvolle uitstroom? Ja, want anders dan zou die kunnen. Eigenlijk heb ik die vraag al beantwoord. En nazorg? Binnen alle verbanden waar zo'n jongere leeft, ga ik ervan uit dat mensen meekijken als er weer wat gebeurt, dat iemand de vinger opsteekt. En of binnen de school, of thuis, of samen doen team, ja, dan moet je proberen dichtbij te zitten. Meneer Wils, ja, wat is nou wijs? De, zeg maar, de Nijmegen-verordening waarbij alles nog een keer weer overdoet, wat eigenlijk niet hoeft. Of je maakt er een technisch verhaal van, we moeten zo'n ding hebben, we moeten een aantal dingen regelen, die staan erin, zeg niet. Ik ben met u eens, we hadden beter even een inleiding kunnen maken waar we het kader ietsje meer neergezet hadden, want ik heb gemerkt dat het hier en daar wat verwarring heeft gegeven. Hoe zit het nu, waarom deze 3 wel en de rest niet? Goed, dat is weer een leer voor de volgende keer. Waarom 3 trajecten heb ik gedaan? Ik denk dat ik uw vragen daarmee allemaal beantwoord heb. Ben ik bij meneer Reiling? Ja, in je subsidieverordening ga je natuurlijk kijken van hoe heeft een organisatie het zich het jaar ervoor gedragen. En daardoor kun je in de specifieke subsidieregeling voor die organisatie, die op basis van deze wordt gemaakt, de overeenkomst, kun je ook iets afspreken over
rapporteren en niet rapporteren en je wilt de goede cijfers hebben. Subsidierelatie niet creatief. Ik heb u net uitgelegd dat de trajectsubsidie bedoeld is als juist wel een creatieve manier van. Nou, die proberen we 2 jaar en dan gaan we dan wel even kijken of we er in deze vorm mee verder gaan. Tot nu toe hoor ik redelijk veel tevreden opmerkingen daarover. En ik hoor ook, dus laatste, want dan ga ik even buiten. Al opmerkingen dat het voortraject zodanig goed is en dat er andere vormen van zorg, lichtere vormen van zorg, goedkopere vormen van zorg al zoveel afvangen, dat wat in deze trajecten komt al een stuk zwaarder is en dat daarmee de trajectprijs onder druk staat, maar dat er aan de andere kant minder inkomen. Nou, dan doet hij precies wat hij moet doen. Controle als gemeenteraad, ja, u controleert op de hoofdlijnen. Wij doen dat in de regio. De colleges zitten daar bestuurlijk op en uiteindelijk krijgt u de verslagen en u heeft het budgetrecht elk jaar om geld beschikbaar te stellen. Kijk, dat zijn de momenten waarop u uw controle uitoefent en waar wij tussentijds doen, wat we bijvoorbeeld volgende week doen, een rondje gemeenteraden om iedereen in het proces mee te nemen. Calamiteitenprotocol valt hier formeel buiten. Maar natuurlijk zijn we daar als gemeente samen mee bezig en ook als Hardenberg hebben we laatst nog genoeg van ingedraaid. Mevrouw Hansen heb ik in principe al beantwoord. Mevrouw van der Hoek volgens mij ook. En dan ben ik bij mevrouw Kloekhorst. Die heb ik ook gehad, dan ben ik er door. Dank u wel. Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ik zie iedereen nee knikken. Ah, mevrouw Baarnslag. Gaat uw gang, u bent de enige. Nou kijk, dat schiet op. Ik heb de wethouder gevraagd of nazorg ook voorkomt in in de contracten. En ik heb iets gezegd over de succesvol uitgestroomde cliënt. Daarin gaf hij antwoord, en ik kan het verkeerd begrepen hebben, dat hij gaf antwoord in het kader van betalingen. Dus 50% bij aanname, 50% bij uitstroom. Mijn vraag was gericht op wanneer is een cliënt succesvol? En daar kom ik gelijk mee bij hoe u dat aangaf van die betaling. Want stel je nou voor dat enquêteurs, om een voorbeeld te geven, die worden misschien ook wel betaald naar rato van het aantal vragen. Hoe bepaal je of een cliënt succesvol is uitgestroomd? Want dat heeft nog wel te maken met die betaling. Als je een betaling krijgt bij uitstroom, dan ga je er naartoe werken, denk ik, dat een cliënt succesvol uitstroomt. Daar wou ik nog even iets meer over weten. Dank u wel, meneer Jansen. Nog 2 vragen. Ja, deze gaat wel diep bijna de jongerenwerkachtige en medische kennis in. Daar moet ik maar een beetje buiten blijven. Maar je gaat natuurlijk wel, als je een traject afspreekt, heb je doelen met elkaar afgesproken, wat je gaat doen. En op basis van die doelen ga je scoren en op basis van de behalen van die doelen ga je uitstromen. En dat is je controle. En gaat het dan goed met iemand, is het helemaal prima. En gaat het niet goed, dan is het van 2-1. Of je hebt de verkeerde doelen gesteld of je moet nog weer een ander traject. Zo simpel is die volgens mij. En zo moeilijk kan die ook zijn, hoor. Ja, precies. Ik denk dat die ook lastig kan zijn. Bij nazorg, of dat in het contract meegenomen is. Geen idee. Dat is een korte antwoord. Ik ga ervan uit dat iemand losgelaten wordt. Soms van helemaal klaar, strik je erom, goed. En soms met van, maar let wel, je moet nog wel even dit, je moet nog wel even dat. En het is wel goed om zus, het is wel goed om zo. Dat zal per geval verschillend zijn. Zoals mensen ook stuk voor stuk verschillend zijn. Ja, ik vraag dat omdat uit de zorgsector naar voren komt dat een nagesprek over het algemeen nog wel wat kleine dingetjes oplevert. Zoals evaluatie met in allerlei andere ziekten. Daarom vraag ik het of dat erin is meegenomen. Als dat er niet in zit, wordt het niet gedaan. In hele specifieke trajecten weet ik dat onze eigen samendoeteams, die dus ook mensen melden, ook vinger aan de pols houden en ook kijken hoe ze terugkomen. En daar zit dus ook een stukje zorg in. Dank u wel. Dan kijk ik even rond of dit als hamerstuk of als bespreekstuk naar de raad kan. Hamerstuk zie ik al. Goed, dan ziet u dat als hamerstuk terugkomen.
Dan was dat agenda punt 6. Dan gaan we naar agenda punt 7, de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Zo te zien niet. Dan was dat het voor vanavond en dan sluit ik bij deze vergadering. Dank u wel.